Ja hoor, daar zijn we weer. Een goede avond bij week 2 van de Dutch Darts Quarantine League. We hebben vanavond een heel interessant potje. We hebben Vincent Kamphuis, de nummer 2, na week 1. Won vorige week met 7-4 van Owen Roelofs. En zijn tegenstander is Barry van Peer. Hij won de wedstrijd niet van een heel goed spelende Kevin Dutz, maar wist wel een hoger gemiddelde te gooien dan dat Kamphuis in zijn winnende wedstrijd deed. Dus... we zullen gaan kijken wat het gaat worden. Barry van Peer, die mag als hij er klaar voor is beginnen met boelen. Okay. De buiten. De buiten. Dan mag Vincent het opnieuw gaan proberen. Goed maar. 25. Vincent Kamphuis mag aan de wedstrijd beginnen. Succes. Goed maar, Barry. Ja, en zo zijn we al in week 2 van... 60. Deze league. En ja, er gaan toch wel de eerste beslissingen vallen. Langzamerhand natuurlijk. Van Peer begint goed met een 100'tje. Wat ik al zei, het gaat een hele interessante wedstrijd worden. Van Peer die gooide in zijn wedstrijd tegen Kevin Dutz een gemiddelde van 84,09. Terwijl Kamphuis 80,89. geworden in zijn winnende wedstrijd tegen Owen Roelofs. De eerste 180er van de wedstrijd, Vincent Kamphuis, begint heel erg goed. Dat doet al snel en dat laat Barry van Peer toch een beetje wankelen, lijkt het. Kamphuis alle tijd om deze 121 weg te gaan zetten. Dat zal me deze twee vijven niet helpen. Mooi dat er nog net een laatste trippeltje erbij kan komen voor Kamphuis. 31. Check in 2. Dubbel 16, alsof het niks is. Eén pijltje voor Kamphuis. Begint sterk aan deze wedstrijd hoor. Zeg nog niks natuurlijk als we kijken naar de gemiddeldes aan het begin van deze wedstrijd. Kamphuis staat wel boven de 100 te gooien. En daar is ook de tweede 180er van de wedstrijd. Nu aan de andere kant, Barry van Peer dan. Ik heb hier op dagcorrect 180 staan, maar ik voor de 100. Het was dus geen 180 inderdaad. 100. Eerlijk van Barry van Peer. 100. Gooit nog een 100'tje erachteraan. Nu moet er toch wel minimaal 140 van Kamphuis erbij komen. 46. Ja, dat lukt niet. Nog een kans voor Kamphuis om hem weg te zetten. Lukt niet, dus krijgt Barry van Peer in ieder geval 6 pijlen op 108. 92. Zet hem gewoon weg. Dubbel 8. 80. Nu dan dubbel 16 voor Barry van Peer. De eerste gaat mis. De tweede die gaat raak.
Van Peer die ook in zijn eerste wedstrijd tegen Kevin Toets heel sterk was op de dubbels. Laat het hier opnieuw ook zien. Kamphuis iets teruggezakt met zijn gemiddeldes, maar nog steeds hoger dan Van Peer. Nog 40. Goede score van beide mannen nu. Nu is zaak voor Kamphuis om er nog eentje aan vast te knopen. 140. Dat doet hij gewoon. Twee keer 140 achter elkaar. Laat een finish van 161 over. Dus is het Barry van Peer die nu maar eens dichterbij moet gaan komen. 180. Nou ja, gooit de maximale score. 180, dat is dan de eerste officiële 180er van Van Peer in deze wedstrijd. 57. Kamphuis zet hem dan niet ideaal weg, waardoor Van Peer toch op deze 107 voor de break kan gaan gooien. Triple 19 is raak. Dan gaan we naar de dubbel 16. En die zit erin hoor. 107 finish van Peer. Die heeft al de hoogste finish van deze league op het moment. Gooide die vorige week. Nu een 109 finish op een belangrijk moment voor de break. Het was een 107 finish trouwens. Kamphuis die toch met zijn laatste pijl een knap trippeltje raak gooit. 98. En Van Peer ook deze leg erg sterk hoor. In zijn eigen leg. Kamphuis moet wel heel goed gooien. 82. Wil die hier overheen gaan. 180 nu. Dat kan hij met alle rust weg gaan zetten Van Peer. Doet hij ideaal ook. Laat tops over. Gaat na 12 pijlen voor die dubbel 20. Check in 1. En dat wordt een 13-darter. Knappe lijk van Van Peer. Je ziet het aan de gemiddeldes. 116 in deze lijk. En nu Van Peer die boven de 102 staat te gooien gemiddeld. 57. De lijk van Kamphuis dan. Die moet hij behouden. Wil hij nog kans maken? 99. Twee breaks achter in dit korte format is dodelijk. Ja, Van Peer die laat die kansen wel, die geeft wel die kansen aan Kamphuis. Maar gaat hij hem pakken? 43. Lijkt het op het moment nog niet helemaal, of Van Peer nu dan? Pak nog wel een triple mee. 60. Ja, dat scoren dat, waar Kamphuis in het begin van de wedstrijd, met name ook de eerste leg, hem heel goed afging. 100. Is dat nu toch wel een beetje moeilijker? Kamphuis heeft een, moet hem nu op een finish zetten in ieder geval. 119. Dat doet hij goed. 119 scoren. Driemaal 100 gegooid van Van Peer.
Zet hem op 105 weg. 139 gaat niet uit voor Kamphuis. 99. Zet hem dan wel goed weg op tops. Maar Van Peer, die weten we al, die kan finishen. 107 heeft hij al uitgegooid. Nu dan 105. Ja, raak geen trippel die ervoor nodig is. 97. Raak wel een trippel de derde pijl natuurlijk, maar dat is al te laat. Tops voor Kamphuis, zijn eigen lijk te houden. Dat doet hij via dubbel 10. Belangrijke lek voor Kamphuis. Ja, het hoogste gemiddelde van de league tot nu toe kwam van de hand van Kevin Doets. 77. Hij won toen in die wedstrijd van Barry Van Peer, maar op het moment zat Van Peer hoger gemiddeld te gooien dan Doets in zijn wedstrijd. Dat zegt nog niks natuurlijk. Er zullen 7 legs gewonnen moeten worden. 60. Om de 2 punten binnen te halen. Het kan ook 6-6 worden. Dan krijgt iedere speler 1 punt, net zoals in de Premier League. 100. Barry Van Peer met een wat matige wegzetbeurt. En dat biedt toch kansen voor Vincent Kamphuis. Die dus een break achter staat. ...141 voor Van Peer. Ook niet ideaal, maar 84, dat is een gevaarlijke voor Kamphuis. Dus hij zal hem in ieder geval goed weg moeten zetten, want uitgaat de 153 niet. 97. 84. Van Peer, belangrijke uitgooi. 59. Bolzij gaat er niet in, en dus is het de kans voor Vincent Kamphuis om hier voor het eerst te gaan breken. Gaat naar dubbel 18. Dubbel 9. Die zit in de dubbel 14. Dat is zonde voor Kamphuis. 25 voor Van Peer dan. Om zijn lek te gaan behouden. Ja, we weten dat hij goed kan dubbelen, Van Peer. Dat doet hij hier. Heeft maar 1 pijltje nodig voor dubbel 8. Lijkt begonnen door Kamphuis. 59. Dus zal Van Peer weer op zoek gaan naar die break. Ja, ook dit is niet de beurt die Kamphuis in zijn eigen leg wil hebben. Hij moet hem gewoon houden. 95. Dus is het Van Peer om er overheen te gaan. Het initiatief op te pakken in deze leg. Maar de eerste triple zit er al in bij Kamphuis. 145. Goed weggezet voor Van Peer.
En ja, als je kijkt naar de prestaties van beide mannen, is het van Peer, die natuurlijk 137. Een PDC-toernooi won. Terwijl Kamphuis wat minder presteerde. Zet hem nu wel goed weg onder de 100. 106 voor Van Peer. 74. Zonde, maar krijgt er weer een kans op die dubbel. 94 voor Kamphuis dan. Checking 3. Ja, ook weer een belangrijk moment voor Kamphuis. Als het moet, dan gooit hij hem gewoon uit. Ja, jammer van die beurt van Kamphuis. De eerste twee pijlen gingen niet goed, maar ook Van Peer weet zijn tweede beurt niet helemaal af te maken zoals hij zelf wil. Gooit nu dan wel een triple erbij, waardoor de voorsprong iets weer wordt vergroot. Kan nu dan gaan toewerken naar een finish. Minimaal 100 zou heel erg fijn zijn. 132, nou dat is minimaal 100, dus zet hem dan ook op 132 weg. 80. En dus kan Van Peer opnieuw naar de finish toewerken met 6 pijlen in zijn hand. 92. Zet hem gewoon weg op tops. Krijgt daar ook alle tijd voor Van Peer voor tops. Die ging blijkbaar in de dubbel 5. Mist daarna 2 pijltjes voor dubbel 15. Maar Kamphuis nog niet op een finish. 38. Gaat Van Peer zijn eigen lek hier oppakken dan via dubbel 15. 6. Ja, nog niet. En dus krijgt Kamphuis toch de kans om hier te gaan breken. De eerste pijl gaat niet de triple in. 152 niet uit. 60. Dubbel 12 dan voor Van Peer. Hij moet toch een keer erin, zou je zeggen. Oeh, belangrijke laatste pijl hoor, in die dubbel 6. Anders stond Kamphuis op 88 te wachten en dan weet je maar nooit wat er gaat gebeuren. Gooide de lek daarvoor natuurlijk al 94 uit. Maar uiteindelijk is het gewoon Barry Van Peer die zijn eigen lek behoudt. Kijk, daar hebben we weer een goede score van Kamphuis. Maar Van Peer die kan er ook wat van. 180, de nummer 2 van Van Peer. Kamphuis gooide er ook al eentje. 100. Ja, het is belangrijk voor Kamphuis natuurlijk dat die Van Peer niet dat zesde leg laat pakken. Gooit nog een keer een 180er voor Van Peer. Dan wordt het wel moeilijk voor Kamphuis in zijn eigen leg. Want Van Peer gooit gewoon een hele knappe leg. Zet hem wel bij finish weg, maar Van Peer komt eerst op 81 terecht. Triple 19, die is raak. Zonde. Oh,
133 gaat niet uit voor Kamphuis. 57. Dubbel 6, daar pakte Van Peer de vorige lek mee. Dus het zou niet moeilijk moeten worden, zou je zeggen. En dat blijkt ook maar één pijltje nodig voor Van Peer. In echt een goede lek. En pakt dus ook het eerste punt. Stelt hij in ieder geval veilig. Zijn eerste punt van deze competitie. Begint dan goed aan zijn eigen lek. Met een 140er. Kamphuis begint ook goed, maar het lijkt toch erg moeilijk worden. 58. Lijkt toch erg moeilijk nog voor Kamphuis om deze wedstrijd te gaan winnen. 100. In ieder geval een punt te pakken. Begint deze lijk in ieder geval goed, dat biedt hoop. 99. Zal er nu overheen moeten gaan, Kamphuis. 140. En dat doet hij ook. Komt als eerste op een finish in de lijk van Van Peer. Op een belangrijk moment dus. 140. Maar Van Peer die zet hem beter weg. 64, daar gaat hij zo voor terugkomen voor de wedstrijd. 136, de eerste pijl ging de triple voor Kamphuis. De tweede gaat in de 1. En nu is het 64 voor Barry Van Peer voor de wedstrijd. Nog een 16 erbij, gaan we naar dubbel 16. En die is raak, Barry Van Peer. Die pakt de wedstrijd. Goed, Barry, gefeliciteerd met de winst. We gaan eerst even naar Vincent Kamphuis. Is goed. Ja, Vincent. Je won de eerste wedstrijd van Owen Roelofs. Nu, qua score in ieder geval een mindere wedstrijd. Hoe kijk jij erop terug? Goede eerste leg en de rest was heel erg wisselvallig. Dus, de laatste leg was redelijk goed gescoord, dus, maar ja, Barry was gewoon scoren op een gegeven moment niet 180 bij en dan is er geen oog meer aan. Nee, Barry scoorde inderdaad erg goed. Was er ook een probleempje op de dubbels bij jou? Nou, zoveel kans op het dubbel heb ik niet gehad, maar de dubbels gingen op mensen voor mijn gevoel wel redelijk goed. Maar hij scoorde gewoon slecht, gewoon 100 en dan 3 beurten onder de 60 gooien, ja, dat kan gewoon niet. Nee, je scoorde inderdaad een 94 finish erbij. Dat was dan nog een knappe finish. Wat mij opviel is dat jij op de momenten dat je wel een kans kreeg van Barry, dan ging die ook wel vaak, of in ieder geval een paar keer, ging die wel echt uit. Dus die dubbel. Klopt inderdaad. Ja, de kansen die kreeg ik gepakt, maar voor de rest was het echt te wisselvallig. Gewoon echt een hele slechte beurt erbij. Het kan gewoon niet. Is goed. Nou ja, dankjewel Vincent Kamphuis. We zien jou volgende week weer terug. Is goed. Bedankt. Hoi. Dan gaan we naar Barry, de winnaar van de wedstrijd. Je wint de eerste wedstrijd van deze league. Hoe voelt dat? Ja, goed. Sowieso de eerste in wat de bocht is altijd goed. Dan sta je in ieder geval met de puntjes beter bij. En dan kan het alleen maar beter gaan, toch? Ja, precies. Volgens mij heb jij gewoon de hele prima wedstrijd gegooid. Hè? Je gooit een 13-darter ertussendoor. Twee keer 180 achter elkaar. Ja, wat vond jij ervan? Ik vond een goede, vooral scoren een goede in de wedstrijd. Alleen, ja, die ene leg mis ik verschrikkelijk veel dubbels. En dat heeft waarschijnlijk mijn gemiddelde ook heel veel punten naar beneden gedaan. En ja, net als wat Vincent doet, de kans die hij krijgt zit er gelijk in. En dan mis ik volgens mij ook nog een keer 106. En hij gooit volgens mij die 94 uit. Ja. Dus dat is natuurlijk wel, dat is niet leuk voor mij. Maar verder vond ik het een mooie wedstrijd en goede scores van allebei de kanten. Vincent dan sommige legs iets minder geluk eigenlijk. Het was gewoon een prima pot, vond ik.
Ja, dat denk ik ook. Zeker het begin stond jij inderdaad echt tegen die 100 gemiddeld aan te gooien. Ruim 90 gemiddeld, dus dat was mooi om te zien. Nou, de zesde, zevende leg miste je inderdaad wat pijltjes op de dubbel. Had dat nog een reden of had je al een beetje die winst in je hoofd? Ik weet niet meer waar ik op stond. Volgens mij miste ik het 12-achter of een 13-achter of zo. En ik gooi die dubbels op zich niets verder vandaan. Maar ja, dan op een gegeven moment kom ik op topstand. En dan gooi ik dubbel 5. Nou oké, jammer dan. En dan die dubbel 5 zit dan tegen de draad. En dan gooi ik hem daar weer heel goed, heel geïrriteerd geblokkeerd ervoor. Dan ga ik hem splitten. Had ik misschien ook niet hoeven doen. Maar ja, dat kost me wel weer volgens mij 5 paard met dubbel. Ja, dat is dan wel weer een klein foutje wat ik gemaakt heb, vind ik. Halverwege de wedstrijd kak ik even een beetje in. Vond ik dat ik heel goed stond te gooien. Alleen ja, dan heeft 2 legs, 2,5 misschien wel iets minder. Maar ja, uiteindelijk wel de winst, dus dat is het belangrijkste. Ja, precies. Uiteindelijk maakt het niet uit. Je pakt de eerste 2 punten van deze league. Dus bedankt voor vanavond, Berry van Peer. Alsjeblieft. Morgen hebben we ook een wedstrijd. Owen Roelofs die gaat er aantreden tegen Jimi Hendrix. Twee mannen die hun wedstrijd niet wisten te winnen. Dus we zullen gaan kijken wie daar als winnaar uit gaat komen. Dan de dag daarna op donderdag is dat dan Kevin Toets tegen Kevin Oldenkalter. Toets laat een hele goede wedstrijd vorige week tegen Berry van Peer zien. Ja, we zullen zien wat hij tegen Oldenkalter gaat doen. En dan op vrijdag eigenlijk misschien wel de wedstrijd van deze week. Twee mannen die hun eerste wedstrijd wisten te winnen. Arjan Konteman tegen Heine Uldriks. En dan kijken we even snel naar de stand. En dan zien we dat Kevin Doets nog steeds op de eerste plek staat. En het belangrijkste verschil is dat Berry van Peer nu in de top 4 is gekomen. En op de vierde plaats staat. In ieder geval bedankt voor het kijken vanavond naar de Dutch Darts Quarantine League. En we hopen jullie morgen weer terug te zien.